wij zijn de winnaar, hè? Het hele team natuurlijk. Het beste getest. Er zijn natuurlijk ook mensen die allemaal goede haring hebben. Maar wij kwamen uit de test het beste eruit. Met een waarderingscijfer van 9,5. Bijna een 10 dus. En dat moesten we eerst zelf maar eens testen. Dat zit dus wel snor. Visboer Kees is apetrots dat hij de beste haring van Noord-Holland serveert. Gisteravond werd de prijs uitgereikt tijdens de nationale haringtest in Utrecht. Ik ben hier al 40 jaar bezig. Dus het is toch een beloning, zeg maar, voor wat je allemaal doet. Want we zijn echt helemaal gefocust op de haring en op de kimmeling. Er zit ook wel eens haring in wat ik denk, dat is niks. Nou, dan gooi ik die gewoon weg, zeg maar. Dus, maar het belangrijkste is het goed schoongemaakt, vers, goed schoongemaakt. Mensen hebben een hekel aan graten en niet te zout. Want te zout is ook een beetje de smaak van de haring weg, hè? De test vervangt de haringverkiezing van het Algemeen Dagblad, waarvan de onafhankelijkheid in twijfel werd getrokken. Dit jaar doet een onpartijdig bureau de test en zo rolde Arendtals als beste uit de bus. Deze zijn weer top. Goed zo, dank u wel meneer. Ik kom hier al jaren en de haring is altijd goed bij Kees. Ik rijd er voor om. Echt waar? Ja. Waar komt u vandaan? Uit Sint Pancras. Nou ja, dit zijn de lekkerste, dus ik haal ze door het hele land, zeg maar. Maar dit zijn wel de lekkerste. Nou ja, kwaliteit, service, alles. Ja? Ja. Ook een beetje gezelligheid dus? Altijd. Ja? Maar waar hebben jullie het dan over? Nou, over alles. AZ bijvoorbeeld. Heerlijk.